Gered Gereedschap is vorig jaar gestart met nieuwe programma's, waarbij we eigenlijk vakmanschap in de breedte ondersteunen. Een van de zaken die we opgepakt hebben is het opzetten van flexibele werkplaatsen. Veel organisaties die benaderden ons, maar hadden eigenlijk geen eigen ruimte. Dus wat we eigenlijk onszelf afgevraagd hebben is van hoe kunnen we die nou helpen? Die oplossing moest natuurlijk wel praktisch zijn, want ja, zo werken we inmiddels bij Gered Gereedschap al 35 jaar. En waar we eigenlijk op uitgekomen zijn, is een soort flexibele werkplaats voor opleidingen en ondernemerschap. Dat heb ik niet alleen bedacht, dat hebben we samen met heel veel vrijwilligers bedacht. En we zijn eigenlijk uitgekomen op een modulair concept op basis van standaard gebruikte zeecontainers. Dus je moet je voorstellen, 20 voet containers, 40 voet containers, die samen een werkplaats vormen. Het voordeel is dat die overal te krijgen zijn. Daarmee kunnen we de kosten laag houden. Het is makkelijk schaalbaar, dus 20 of 40 voeters kun je kleine en grote werkplaatsen neerzetten. En het is ook nog wel robuust en dat is ook wel handig, zeker in de techniek. Die werkplaatsen, dat is altijd maatwerk. Het is afhankelijk van de vraag in de regio en ook wel de behoefte van de lokale partner. Ze kunnen in ieder geval ingezet worden als leerwerkplaats, bijvoorbeeld bij scholen, of een verhuurwerkplaats voor vakmensen. Inmiddels is de eerste werkplaats operationeel bij Young in Prison in Malawi. Die hadden te weinig ruimte, maar wilden wel heel graag starten met een opleiding voor metaalbewerkers. Daar hebben we eigenlijk een werkplaats neergezet op basis van 220 voet containers. Met opening aan de zijkant, grote overkapping ertussen. En waardoor er heel een mooie werkruimte is waar nu eigenlijk die metaalbewerkers een vak kunnen leren. Gered Gereedschap levert eigenlijk de complete werkplaats. Dus naast de containers leveren we ook de gereedschappen, de machines, de werkbanken, de kasten. In die gewenst leveren we ook de technische advies over de inrichting en het juiste en veilige gebruik van de geleverde gereedschappen en machines. Het mooie is dat de volgende is inmiddels onderweg naar Oeganda. Bij partner Pevo beginnen we daar een opknapwerkplaats. En de bedoeling is dat die begin 2018 operationeel wordt. Ik verwacht inderdaad nog meer van dit soort projecten. Het mooie is natuurlijk nu dat we een oplossing klaar hebben liggen. Als nu een partner komt met de vraag, dan hebben we iets te bieden. De mogelijkheden zijn eigenlijk ook wel eindeloos. Dus we kunnen de werkplaatsen inzetten bij scholen, in vluchtelingenkampen, voor ontwikkelingsorganisaties. Bijkomend voordeel is dat wij eigenlijk de enige NGO zijn die alle facetten van het technisch vakonderwijs en ondernemerschap kunnen ondersteunen. Dus naast de hardware zoals deze flexibele centra, flexibele werkplaatsen, kunnen we ook ondersteuning bieden om jongeren daadwerkelijk op te leiden. Het mooie is dat we hiermee nog meer jongeren in ontwikkelingslanden een goede toekomst kunnen bieden. En dat is mooi, dat geeft een goed gevoel.